Laten we het eerst even hebben, dat is toch een heel serieus punt natuurlijk, over wat er gebeurde bij Denemarken-Finland met Christian Eriksen. Heb je dat zien gebeuren, ja. Ines? Ja, ja, zoiets had ik dan nooit op tv gezien, nee. Nee. Het was echt een verschrikkelijk iets wat daar gebeurde. En vooral wat je later zag, dat zijn vrouw of zijn vriendin, dat je dat als... En de ouders, dat je daar mee moet maken. Ja, ja. Die spanning, dat het... Nou, die mensen moeten... Het was verschrikkelijk voor die mensen. Ja. Valentijn, uiteindelijk dus snel de reanimatie. En ja, hij was ook vrij snel in het ziekenhuis weer... Kon hij weer spreken. Ja. En heeft hij ook kunnen zeggen, of vanuit het kamp, dat de wedstrijd alsnog doorgespeeld kon worden. Nou, wat ik vooral geweldig vond, maar dat is natuurlijk alles... Zie ik dan met in mijn achterhoofd Abdelhak Nouri. Die beelden heb ik toen ook gezien. Maar dat dit allemaal zo snel ging en dat die spelers er zo snel op reageerden. En dat de artsen er snel op reageerden, de scheidsrechter. En iedereen had eigenlijk direct door wat er aan de hand was. Ja. Er was weliswaar een bepaalde vorm van paniek. Maar er was tegelijkertijd ook dat iedereen het juiste deed. En daardoor duurde het geloof ik maar 2 minuten... voordat hij al gereanimeerd werd. En ja, toen dacht hij van, ja, toen zag je die beelden weer uit Oostenrijk toen. En ja. Dat duurde en dat duurde maar. En je wist niet wat er gebeurde. En ja, dit heeft de jongen zijn leven gered. En natuurlijk ook zijn aanvoerder, Kjaar. Ja. Een hele nauwe vriend van hem. En ja, die ook zijn tong, hè, want hij schijnt ook zijn tong ingeslikt te hebben. Die dat eruit heeft getrokken. Ja, dit is natuurlijk super belangrijk geweest. En wat ik ook mooi vond was, die nam ook het initiatief om met z'n allen eromheen te gaan staan. Ja. Waarvoor het nou was om het beeld weg te halen of om hem daarmee te steunen of wat dan ook. Het was een geweldig initiatief. Waarschijnlijk ook gewoon uit de emotie gehandeld. Daarna naar zijn vriendin geweest, die haar of van haar ondersteunt. En ik kon me zo goed voorstellen dat die jongen, dat het zo'n verschrikkelijke impact maakte, dat hij die wedstrijd gewoon, ja, met zijn hoofd gewoon totaal ergens anders was en gewisseld werd. Ja. Vond jij dit nou een leuke video? Maak dat duimpje blauw, abonneer op het kanaal van De Telegraaf. En we maken nog veel meer op de website van De Telegraaf. Wil jij daar meer van zien? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Daar. En dan komt het helemaal goed. Hoi.